En wij doen een 3C. En ja, die is voor hem natuurlijk een unsavable. Een musty flip. Are you ready for this musty flip? Oeh, so much musty. Yo, kijkers, welkom terug bij de Sneeuw Rocket Video. Vandaag spelen we met de auto van Max Verstappen. Het is de Formule 1 auto, jongens. We spelen met de Red Bull auto van Formule 1. We gaan kijken of we gekke goals kunnen maken. We beginnen met nummer 1. Oh, hij bumpt me dat 6-7. Wat een lijpe 7, aangezien wij gewoon perfect bumpt. Heel jammer, we gaan niet direct turnen, want het is mijn bal. En dat moet hij gewoon weten. Weet hij niet, dus nu hebben wij gemist. We hebben weer boost en gaan we er direct weer voor. We gaan hem direct terugpakken. Mijn bal, mijn boost. Wegwezen. Mijn boost, zei ik. Bijna. Oké, we zijn langzaam heen. We gaan de muur op. Daar zijn we ook. We hebben het niet. Oh mijn god, dit is zo jammer. We hadden bijna een ja, hoe zeg je dat? Gewoon een hele zieke goal. Hij doet gek. Ik denk dat hij ons is, maar ja, is hij niet. Hij doet maar, geeft me bijna een zetten. We pakken weer een musty, maar ja, we kunnen er helaas niks mee. Man scoort. Nou ja, zieke goal van hem. Kan ik niet overliegen. Ja, is gewoon een zieke goal. Oké. Wij gaan de kick-off faken. Paas die balie maar naar ons. Nou, dank je. We gaan naar zijn muur toe. En dan gaan we hier van dubbelflip gezet. Over hem heen. Ah, we kunnen niet scoren. Oké, goede paas wel. Die kunnen we perfect meenemen. Oké, we zijn weer op de muur. Het is gewoon heel jammer dit. Het is gewoon ontzettend jammer dat die flik niks is. Vind ik gewoon jammer. Ik bedoel, perfect te zetten. Beter kan die niet. En dan raken we hem met de achterkant. In plaats van de zoef van de musty krijgen. Met zo ontzettend veel mosterd. Maar goed. Oké, wat gaat hij doen? Paasje. Zeker een paasje. Want we kunnen direct weer de lucht in. En dat doen we ook. Boom. En we kunnen er weer net niks mee. Maar wat we wel kunnen is de bal tikken, taka. En dan doen we de Tousani. Man schiet een goal, maar natuurlijk hij mist. Wat had je verwacht? Hij gaat voor onze boost. Maar wij hebben zat boost. En dat weet hij gewoon niet. Dat is gewoon jammer voor hem. Maar kijk, hij gaat terug. En wij doen een 3C. En ja, die is voor hem natuurlijk een 7-ball. Dus wij hebben gewoon een gekke 3C met de Formule 1 Wally. Ja, wat wil je nog meer? Kom op dan. Wat wil je nog meer? Ja, meer snelheid. Boah, dat is natuurlijk wel lekker. Ja, dat wil ik wel. Wij gaan de bal pakken. Faken hem en dan pakken we hem met 0 boost. Helemaal niks. Oké, we nemen de bal mooi voor hem mee. Pakken een nakkele boost. Pakken en nakken. Zo, dat is ziek. Ik heb nog nooit erg gedaan. Oké, kom eens aan. We faken hem. We gaan hem gewoon echt wild op mee. Wat doe jij nou? Het is zo lelijk. Ja, dit is gewoon helemaal niet leuk. Het is gewoon niet leuk wat ik nu doe. Ja, ik heb hem gepest. Ik zie jullie terug in ons tweede potje. Oké, en dan zijn we aangekomen in ons tweede potje. We spelen tegen de man die nog aan het joinen is, TPG. Goed. In de een van jullie komt die TPG mij bekend voor. Ik zou helemaal niet weten van wat. Oké, wij hebben de bal hier neem ik aan. Tenzij hij doorgaat. Ja, moet hij gewoon helemaal niet doen. Nou, denkt hij ook nog eens dat hij onze boost kan pakken zonder gebund te worden. We gaan voor de ground pinch. Dat ging niet best. Boom. Onze boost. Hij kan ons niet bumpen. Hij moet niet zoveel denken. Oké. Oké, paas maar. Paas dan. Ga eens weg. Oké, het is tijd om weg te gaan. Het is echt tijd om nu gewoon weg te gaan. Dank je. We hebben boost, we hebben bal, maar we gaan niet de muur op nog.
Dan we gaan gewoon. Ja. Waar gingen wij eigenlijk voor? Oh, we spelen hem gewoon uit. Ik bedoel, man zoekt de bal, maar hij vliegt gewoon het bos in. Hij zoekt gewoon nog steeds het bos. Goed. Prieflik. Jammer. Hij heeft de bal en mag hem hebben. Gaat hij er ook aan mee doen? Dat is de vraag. Want wij gaan hem bumpen. We hebben hem echt gebumpt. Dat is natuurlijk leuk. En we nemen de bal mee voor onszelf. Dit is natuurlijk heel lelijk. Maar ja, wij hebben nog steeds de bal. We hebben nog steeds de boost. Wat heeft hij? Helemaal niks. Man zoekt. Man weet niet waar hij heen moet. Ik bedoel, hoe kan je zo gierig op de bal afgaan en dan gewoon zo compleet misspringen? Kijk waar je heen gaat, bro. De bal is al over je heen. Oké. Geprankt. Pak de boost. Hij dacht toen nog echt dat hij onze boost had. En dan dacht hij nog dat hij die boost had. Hey, kom goal dan. Dit paas, bro. Oh, wat zijn we toxic opeens. Niet normaal. Oké, schiet dan. Schiet dan. Goeie paas. Oké, we faken hem. Over hem heen. Yo. Oké, we gaan voor een musty flip. Are you ready for this musty flip? Oeh, so much mustard. Oh nee, we hebben nog een later race. Oké jongens, ik zie je snel terug in onze derde game. Oké dan. We zijn aangekomen in onze derde game. Laten we kijken of we dit keer niet iemand laten race quitten. Want we willen natuurlijk gewoon wel een potje kunnen afmaken. Ja, oh, wat vies. Ja, het is gewoon een vieze musty trick. Man, race quit weer. Het is ongekend. Oké, door naar het volgende potje. Oké, boys. We zijn aangekomen in de... Ik heb geen idee hoeveel is de game. Laten we hopen op geen race quit. En laten we ook hopen op wat mooie goals. We faken direct. Dus direct onze bal. Maar man doet direct stoer. Hij begint gewoon al met stoer doen. Dus wat doen wij? Helemaal niks. We doen gewoon compleet niks. Pakken de boost. Man gaat de lucht in. Oh, we hebben echt een zieke top corner own goal gescoord. Dit is ziek. Niet normaal. Kijk, wat een flip reset. Flip is echt van je welste, jongens. Mag gezegd worden. Oké, nice. Hij dacht gewoon oprecht dat hij mijn boost kon pakken. Oké, kom. Kijk. Nu moet je gewoon weggaan. Maar je gaat niet weg. Nice. Wow, doe eens gek. Flip niet. Doe het. What the fuck is dit? Wat is dit nou weer? Huh? Waarom gaat die bal zo hard? Hij geeft ons de perfecte setup. Oké, daar komt hij jongens, komt hij. We hebben hem gescoord. Let's go. Prima goaltje. Mag gezegd worden. Helaas, hij raakte de ceiling. Dat is wel jammer. Want anders hadden we het gewoon gekker kunnen doen. Maar ja, it is what it is. Wat denkt hij, joh? Wat denkt hij nou? Hij denkt hij is gekke pro. Ja, die kan hij al niet eens meer saven. Dit is dat veel te leuk. Ik bedoel, hij staat 2-0 voor en hij denkt hij is de pro. En dan sta je gewoon zomaar 3-2 achter. Hoe voel je je dan? Zullen we dat vragen straks, hoe die zich nu voelt? Oké. Dit is mooi onze bal. Kan die er nog bij? Nee, tuurlijk niet. Man zoekt. Vallen het potje. Ja, ik doe gewoon... Ja, het spijt me jongens. Als jullie het horen. Ik doe de goals. En dan is dat gewoon het einde van de video. Al deze goals zijn tegen goals. Oh, we doen gek. Die is van mij. Nee, die had van mij moeten zijn. Nou jongens, dat was ook het einde van de video jongens. Ik heb geen idee, oprecht. Ik weet niet wat jullie gezien hebben in de video. Want we hebben reeds gehad, potjes gehad zonder ook maar één mooi goal. Ja,
Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Als die klaar is met geëdit natuurlijk. Want ja, dit was saai, het was leuk. Van alles bij elkaar. Jongens, doe zeker een duimpje omhoog als je het wel leuk vond. Doe zeker abonneren op mijn kanaal, dat kan hier beneden. En dan zie ik jullie weer terug bij de volgende video, jongens. Later.